Het is weer tijd voor wat Hebreeuwse grammatica. Dus uh, neem voor je Bijbels Hebreeuwse basiscursus van Jagersma les 5 op pagina 28. En neem voor je 'de dag Genesis 1, vers 5 tot en met 7, is het uitgangspunt van deze les. En ik heb hem hier staan in een interlinear. De interlinear versie samen met de. Uh, Engels Standard Version, de ESV-vertaling. En daar zullen we nog wel een beetje naar kijken. Dan moet ik wel even ruimte maken, zodat we hier de tekst vinden. We gaan eerst even lezen, pauzeer eventueel om het nog eens rustig te horen en te bekijken. Dan gaan we kijken naar vers 5. Ik lees hem eerst snel en dan gaan we stukje bij stukje bekijken. Vajikra Elohim Laor Yom, Vela choshech Kara Laila. Vaihi ref, vajivoker yom echad. Vajikra Elohim Laor, Jom. Vela Kara, Laila. Vaihi erf, één woord. Met de Makkeef. Waar je hier, Ook één woord met de Makkeef. Jom en We gaan vertalen en verklaren. Maar eerst hebben we schrift en klankleer in les 5. Um, hij wijst op twee onbekende medeklinkers, maar die hebben wij al gedaan. Hier de Koef. En de, hier de slotkaf. Hoef en kaf. Bijna hetzelfde uitgesproken, of gewoon hetzelfde uitgesproken in ons geval. Um, we hebben bij die kaf. Kijk of er een ander voorbeeld nog staat. Zowel met of zonder dag lenen, Dus het kan gaf zijn en het kan kaf zijn. Hier aan het einde uh, betoog. En na een lange klinker altijd. Of na een klinker altijd. Uh, zonder de is lene, dus uh, gewoon als uh, g uitgesproken. En de dag lene om, maar te herinneren, komt er niet om grammaticale redenen, maar om uitspraakredenen. Uh, Zoals hier ook bij de bete en de veet begatkevat. Dat is de regel daarvoor. Uh, nou, dan zegt hij ook nog waar je geen. Dat staat verderop denk ik. Uh, hier aan het einde van vers 7, Vayehi geen. Um, met Makheef geen, Dagis Lene in de Kaf. Want we zeggen ook niet je geen. Um, dit is een medeklinker die vanwege de Makheef dus niet aan het begin van een woord staat. Anders zouden we KEN moeten zeggen. Maar het is nu één woord geworden. Hij staat dus in het midden, deze kaf. En daarom krijgt hij geen dages lenen. We zeggen waar je hier geen en niet waar je hier geen. Maar we hoeven ons daar niet zo druk om te maken, want dat wordt natuurlijk keurig in onze tekst aangegeven. Als hij er staat, zeggen we K. En als hij er niet staat, dan zeggen we G. Ge". Geen, waar je hier geen of waar je hier, zonder maar ken. Hij merkt ook nog op dat uh, ken in het moderne Hebreeuws ja betekent. En lo is nee, ken is ja. En in het klassieke Hebreeuws betekent het zo. Gaan we weer terug naar uh, vers 5. Uh, even kijken, hij heeft een voorbeeld uit een ander vers. Oh ja, hier uit vers 7 weer. Asher, dan wijst hij hier op. Deze patag met een shewa erbij. En dat is een vluchtige patag. Dus nog korter dan de gewone patag. Is de patag met een shema. Met een shewa, pardon. Dus dat heet een Gateef patag. Een vluchtige patag. Um, en we hebben te maken met een um, Gateef patag. Omdat die alef hier, die guttoraal alef, dus geen. Uh, Schwaak uh, uh, zomaar kan krijgen, dan zouden we Asher moeten zeggen. Dus er komt een heel klein aanklankje bij willen van de uitspraak. Maar er staat grammaticaal dus wel degelijk een uh, schwa. Ja, dat is belangrijk om te weten. Er staat gewoon een schwa, maar de patag is er voor de uitspraak. Dus bijgevoegd. Accent natuurlijk naar achteren, Asher. en zo. Uh, hebben we dat ook weer uitgelegd? Volgende wat hij zegt bij de schrift en klankleer. Ik kijk naar Harakia in vers 7. Harakia, het uitspansel. Daar staat zo'n mooi bloemje, bloempje boven. Dat zijn gewoon drie letters. Een segolta heet zo'n ding. Een segolta. En dat is dus een scheidingsteken. Hier hebben we dat scheidingsteken wat ik steeds vergeet. Wat ik steeds vergeet, hoe heet dat ding nou? Hoe heet dat ding nou? Nou, dat staat ergens in de grammatica. Ik vind het heel raar dat ik dat ding steeds vergeet. De Adnach vind ik makkelijk om te onthouden. Ik weet ook dat dit een scheidingsteken is. Maar hoe heet dat scheidingsteken nou? Uh, juist de dubbele punt is de Zakeef Katon pagina 21 ook dat is een scheidingsteken de dubbele punt boven de beet van Wafohu nou dat is iets eerder goed is verder wel duidelijk Zakeef Katon dus deze twee puntjes Rakia is deze, maar die heeft geen scheidende. heeft wel een scheidend accent, maar deelt geen vers in tweeën. maar verdeelt woorden van elkaar. Dus je krijgt hier een kleine pauze bij het zingen. Laor Johom. Zo zou je dat dan moeten zingen. We kijken nu verder naar de vertaling. Uh, nee, nog eventjes kijken. Oh ja, dat is wel belangrijk. Hier, Laor. Dat is eigenlijk le or tot een licht, maar we willen het licht zeggen. Nou, dat zou zijn le ha or. En zoals we vaker hebben gezien, het Hebreeuws kent dan samentrekkingen. Dus le ha or. Ha uiteraard met kamats, omdat de alef een laryngaal is, een keelklank is. Dat wordt samengetrokken tot la or. Dus die lamet, dat voorzetsel lamet, krijgt dan de kamats van. Het bepaald lidwoord, ha, heen met kamats. En het is een kamats omdat het een laringaal is. Er is ook nog een ander voorbeeld, dan is het geen uh, laringaal. Uh, even kijken hoor. Of ik die snel kan vinden. Die komen we straks dan wel tegen. Dan kan het ook nog een keer uh, met een patag zijn, omdat de he. De, dus het bepaald lidwoord dat wordt vervangen, ook gewoon heen met patag is. Dus laor is tot het licht, hoewel je die, hoewel je dat bepaalde lidwoord dus niet ziet staan. We gaan eens even kijken naar de, uh, de werkwoorden. Wajikra, nou, dat weten we langzamerhand wel. Waaf met patag, de verdubbelde jot. En dan, uh, in dit geval maakt het niet zoveel uit, maar de verkorte vorm van het werkwoord in de prefixconfiguratie, dus in de toekomende tijd. Dat is een narratief en daar begint dan een zin ook mee. Wajikra, en hij riep, en hij riep uit, en daarna komt de naam van degene die dat doet. Elohim in dit geval, God, enkelvoud. Het is een schijnbaar meervoud, een majesteitsmeervoud, een meervoud van... Um, innerlijke um, complexiteit. Um, Elohim, goden. Maar dan in het enkelvoud, wordt dus tot een naam Elohim. Wajikra Elohim, laor, tot het licht. Het licht dat net geschapen is met kamats. Want dat vervangt het bepaald lidwoord. He plus kamats. En het is een He plus kamats. Omdat er een laryngaal staat. Or is licht. Laor tot het licht. En wat zei hij nou? Nou, daar heb je dus die rakia-functie. Bijna een soort dubbele punt. Paye hem laor. Nou, wat zingt hij dan? Wat zegt hij dan tegen het licht? Jom. Hij zegt dag tegen het licht. Hij noemt het dus. Wij zeggen dat, wij vertalen dat, als noemen. kijk maar hier. De ESV geeft dus God noemde het licht dag. Maar er staat iets eigenlijk veel dramatischer. En God riep uit tot het licht dag. En met dat uitroepen wordt dat licht precies bepaald naar zijn functie en zijn relatie tot de mens. Want dat licht waar we het hier over hebben, dat is daglicht. Dat is het licht waarin mensen wandelen. Niet alleen maar het licht krijgt een benaming, maar hier, Wela Oh, daar heb ik meteen mijn voorbeeld. Lamet plus Patach. Goshech uh, is duisternis. En tot de duisternis, uh, want Hagoshech uh, is het He plus Patach. En niet He plus Kamat. Hagoshech. Wela En tot de duisternis uh, riep hij. Wela Goshech Kara. Riep hij, nou zou je verwachten een nog een keer een vorm van Wajikra, maar dat hoeft dus niet. Wajikra als narratief bepaalt dan de tijd van de zin. En dan is het normaal dat het, uh, wat volgt op of wat verbonden is met die handeling van Wajikra, dan vervolgens wordt uitgedrukt door die suffix-configuratie, of door het perfectum. Uh, dus hij heeft geroepen, wordt dan het vervolg. Maar zo moet je dat niet vertalen. Um, en dan zou je krijgen en um, uh, God riep tot het licht dag en hij had al geroepen tot de duisternis nacht. Nou, dat is niet de goede volgorde. Normaal gesproken zou je dit moeten interpreteren als Lachoshech. Um, en tot de duisternis riep hij, dezelfde tijd dus als Waikra, dezelfde historische tijd, de verteltijd. En tot de duisternis riep hij, nou wat roept hij dan? Laila! En dan hebben we de adnach en de komma. hij roept nacht, tegen de duisternis. En op die wijze wordt ook de functie van de duisternis bepaald, dat is de tijd van de nacht. Nou kun je daar wel mee spelen en dus zeggen, dit vers leert ons, dat God eerst de duisternis zijn grenzen heeft aangewezen, en vervolgens pas het licht voor ons bepaald heeft, het als ware die dag en het licht uit de duisternis tevoorschijn gehaald. Dat zijn allemaal speculaties, want dit is eigenlijk gewoon grammaticaal heel eenvoudig. Um, hi en het was. Er was. Van Haya, he, j, he. Wayehi, de narratiefvorm van dat werkwoord. He, de Jussifus, jehi, Wordt samen met de de patag, tot die narratieve tijd hier erf, het is één woord vanwege de makeef. hier erf. Erf is trouwens een segolaat. Daar zullen we het straks nog even over hebben. En het was avond geworden. En het werd avond. hier woker. En het werd ochtend. Jom en gaat. Één dag. En dat is dus één dag. Eén dag is dat er nacht wordt en dat er um, ochtend wordt. Dat is wat we samen één dag noemen. Vandaar dus dat in de Joodse tijdsrekening. Een dag begint bij het ondergaan van de zon. En niet bij het opgaan van de zon. Dat is een heidense gedachte. Dat de dag gegeven wordt door de opkomst van de zonnegod. Dat doen we niet. Juist bij de ondergang van de zon, dus bij het begin van de nacht, zetten we het begin van de dag. Van die dag. Dat zou trouwens een aanwijzing kunnen zijn dat dat Karadus een functie heeft. He. Tot de duisternis riep hij nacht, daar begint die dag mee. En dat had hij al geroepen voordat hij dat licht liet opgaan als de dag wat voor ons van belang is. Dat is de volgorde van de uitspraken, volgt het belang dat de zaak voor ons heeft. Voor ons is van belang dat op elke nacht een dag volgt. En dat eh, God dus dat licht bepaald heeft als daglicht. En daarvoor al die duisternis ook geroepen heeft, zodat dat geen angstige tegenstelling is tussen dag en nacht, he, maar ook de duisternis door hem een plaats gekregen heeft. hier Eref, en dat was avond eh, geworden, en dat was ochtend geworden. Erf en Boker. Erf tof, goedenavond. Boker tof, goeiemorgen. Jom en Gad, één dag. Dat is vers 5. Daar pauzeren we even mee en in een volgende video gaan we kijken naar vers 6.